Het is zover. De wedstrijd gaat zo van start hier in het Estadio de Gran Canaria. En ook bij deze wedstrijd is het ons een groot genoegen om u van commentaar te mogen voorzien. Mijn naam is Siert de Vos. En naast me zit collega Jeroen Guter. Dit is Spanje tegen Schotland. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, Siert. Laten we maar snel beginnen. Met ruim 32.000 stoeltjes is dit Estadio de Gran Canaria sinds 2003 het grootste stadion van de Canarische eilanden. En dat maakt het een geschikte thuisbasis voor de Unión Deportivo Las Palmas. En in de afgelopen jaren hebben ze hier nuttig werk verricht. Dat zijn we namelijk de atletiekbaan rond het veld weggehaald. Zodoende zit je nu veel dichter op de actie. De opstelling van de tegenstander. Ze kiezen voor de 4-4-2 in een ruitvorm. Waarbij een centrale aanvallende middenvelder voor de aanvoer moet zorgen. En een verdedigende middenvelder als slot op de deur fungeert. Ja, dat is het idee. De wedstrijd is begonnen. Eens kijken wat ze gaan doen. Ja, hij zit ertussen. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Een inworp. Ze profiteren van deze pass. De bal is hij kwijt naar die tackle. Porto. Ik denk dat deze speler dat vandaag een belangrijke rol kan spelen. Kijk, kijk! Kunnen ze hiervan profiteren? Ja hoor, en zit! Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Dit doelpunt roept nogal wat vragen op, daarom nog maar eens even kijken. De voorzet is goed, de bal wordt perfect afgeleverd. En dan krijgt die speler vreemd genoeg alle ruimte en tijd om zijn hoofd tegen de bal te zetten. Ja, dan is er voor de keeper geen beginnen meer aan. Het spel wordt hervat. Met een voorsprong voor Spanje. Goed gezien. Prima werk. Komt steeds iets verder. Die bal mag erin. En zo snel weer een doelpunt. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En scoren is dan een koud kunstje. Hij staat helemaal vrij. De bal komt recht op hem af. En kan hem staand binnenkoppen. Goeie goal.
Nog steeds in aanval. Die komt eruit, pakt hem. Daar de ruimte voor Bork. En met de bal aan de voet de uitbraak. Een volley. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zal eigenlijk moeten applaudisseren. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een mes scherpe counter. Maar dan zijn we er nog niet, hè. De verdediging doet er alles aan om die speler van de bal te krijgen. Geeft hem eigenlijk geen centimeter ruimte, maar die man is zo sterk als een beer en weet de bal er toch nog in het doel te toveren. Bijzonder mooi. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Dat heeft hij uitstekend gezien. Komt steeds meer naar voren. En weer teruggepaast. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Hij raakt die bal vol. Wat een knal, zeg. Ja, en hij gaat maar net naast, hè. Anders was het een doelpunt geweest. Borja Iglesias. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Wat een mooi doelpunt. Hij schiet die bal laag in het doel. De keeper kan er niet bij. Laten we daar nog eens naar kijken. Oog in oog met de keeper. Kalm blijven en dan beheerst afronden. Ja. En dan laat je ook zien dat je over veel individuele vaardigheden beschikt. Hè? We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Is alweer even aan de bal. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, die is raak. En daarmee zijn ze een doelpuntje dichterbij gekomen. Ja, maar goed, zie het. Ze staan nog steeds een heel eind achter. Maar elke goal is er. Ja, dit is heel handig gedaan. En tegelijkertijd ook heel meedogenloos, hè. Want de verdediging wordt helemaal stuk gespeeld met die fantastische 1-2 combinatie. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We gaan verder met dit duel met een score van 4-1. Timor. Porto. Nog steeds met de bal aan de voet. Voorzet naar de spelers in het centrum. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Ja, op het doel. Wow, hij moet zich helemaal uitrekken om die redding te maken. Hoekschop komt voor. Werkt de bal goed weg. Wat gaat hij hiermee doen? Er ligt ruimte voor de counter. En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. Dit moet een doelpunt worden. Knappe volley hier. Oh, wat een prachtig doelpunt. Wat een buitengewoon fraai doelpunt. Fenomenaal. Puur atletisch vermogen, zoals hij de bal weet te raken. En daarmee maakt hij misschien wel het mooiste doelpunt van het hele seizoen.
Als verdediging kun je doen wat je wil, maar je moet ook kunnen rekenen op je keeper. En die zal zich nu wel even voor de kop slaan naar deze misser. Want wat ging hier mis in de positionering? Ja, daar komt de bal en dan is er natuurlijk geen houden meer aan. Vijf tegen één. En we voetballen weer verder. En hij komt eruit met de bal. Een doelpunt, al zal het nog niet veel helpen. Ja, zo rafel je een verdediging uiteen, hè, met een snelle combinatie. Dit is een perfecte 1-2. Hij was er opeens van door en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. De score bij deze aftrap is 5-2. Houdt u het allemaal nog bij? Mooi, langs de tegenstander. Dit kan wel eens gevaarlijk in de handschoenen van de keeper. Raakt de bal kwijt na die tackle. Met Ritchie. Murphy. Hij weet het de bal te ontfutselen. Vicente Iborra. De bal bij Borja Iglesias. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Niet veilig, maar toch de kans. Oh, die bal is nog niet weg. En dan wordt er alsnog buitenspel gegeven. Dan komen ze goed weg. Barksley. Aanval via de zijkant en dan de voorzet. Oh, een kans van korte afstand. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Beroerd verdedigd. Voorzet terug op een teamgenoot. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Ruimte voor de counter. Oh, wat een kans. Zo, die gaat het net niet in, zeg. Oh, man, wat een mooie counter was dat. Maar het is gewoon tik, 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 tik. En daar staan ze er. Het liep heel goed af voor de tegenstander. Ze komen weer in balbezit. Die bal wordt goed onderschept. Onderschep. Goed opgelet. Mogelijkheden voor een counter. Borja in. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommen lijkt het wel. Kans op een schot, maar goed weggewerkt. Daar schiet hij op doel. En een eenvoudig blok. Nee, met zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander. Er wordt aangegeven dat er 3 minuten speeltijd wordt toegevoegd. Wat zou de scheidsrechter nu in gedachten hebben? Veelbelovende paas in de ruimte.
Zo, van dichtbij over de lat. Wat een kans is dat. Dat ruimt trouwens. Ja, maar jij bent toch de poëet onder de commentatoren, zie je het. Dankjewel, neem wat te drinken. Ja, maar het is wel zonde, hoor. Want als die bal naar beneden was gekopt, dan was het waarschijnlijk een doelpunt geweest. Timor. Garnaschiel. Blijft goed aan de bal. Midden voor het doel gegeven. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Ja, fenomenaal die volley. Zie die bal eens zweven naar het net. Schitterende treffer. Als je zo slordig opruimt, ja, dan leidt dat uiteindelijk natuurlijk tot getoemen. Hier zie je de bal niet goed wegwerken. En met alle gevolgen, de trainer die zal daar op zijn zachtst gezegd niet blij mee zijn. De scheidsrechter fluit en de teller na de eerste helft op een krankzinnige 6-2. Vandaag verdient Borja Iglesias een compliment voor de manier waarop hij zich voorin de hele wedstrijd manifesteert. Hij speelt gewoon een puikenwedstrijd. De verdedigers krijgen maar geen vat op hem. Hij is gewoon ongrijpbaar vandaag. Komt steeds iets. We hebben van kant gewisseld en Spanje trapte zojuist af. Timor. Porto. Hugo Mayo. Ruimte hier voor een voorzet. Een poging die bal weg te werken mislukt. Deze tackle loopt goed af. Er ligt een counter op de loer. Nu moet het vervolg komen. Zo moet het dus niet. Deze counter sterft in schoonheid. Goed gezien. Prima werk. Een geweldige redding van de keeper. Ja, atletisch hoor, die zweeft uit naar de bal. Fantastisch. Ze gaan allebei naar de kant. Twee nieuwe krachten erin. Bal naar het midden. Die bal moet je beter wegwerken. Er ligt ruimte voor de counter. Veel ruimte daar achter de linies. Waar is de keeper? Nergens te bekennen. De bal gaat erin. Ja, en die gaat er natuurlijk in. Hij kan hem rustig afmaken, want de doelman staat niet tussen de palen. Koekoek. Ja, mooi uitgespeeld hoor. En die uitgelezen kans, gewoon netjes verzilverd. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Adams. En hij paast hem weer terug. Het lijkt nergens op. Hij levert de bal zo in. Ja, voor het druk zetten wordt hier beloond. Zo, wat een boeien zeg. Met iets meer nauwkeurigheid was het wel een doelpunt geweest. Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Zeeën van ruimte voor zich. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Dat had een doelpunt kunnen worden, maar het wordt een doeltrap.
hier nog eens de beelden van die uitstekende doelpoging. Nou, het was een verwoestende uithaal, maar de bal zeilt uiteindelijk naast. Misschien is het toch beter om de volgende keer wat rustiger in te schieten. Ja, die tackle kan eigenlijk niet. Het was een overtreding, maar hij laat doorspelen. Goed voordeel gegeven, dat dan wel. Hij laat het spel lopen. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. En nu wordt het oppassen. Zo, hij stopt dat schot. Nou, ik hoop voor hem dat er een foto is gemaakt. Misschien helpt het. Misschien krijgt hij daar vertrouwen door. Want hij keept gewoon ondermaats. Goed geschoten, maar van die afstand passeer je deze keeper niet door. Goede redding van de keeper. Al moet je een bal van zo'n afstand natuurlijk altijd hebben. We gaan wisselen. Hoekschop wordt voorgegeven. De paal! Het spel gaat verder. Tegenstander werkt hem weg. Vicente Iborra. Hoeveel zou dit nou schelen? Redding. Bal nog binnen de lijn. Hij houdt de bal af. Mogelijkheden voor een counter. Ja, ze verliezen de bal. Einde counter. Uitstekend gereageerd door die keeper. De speler had volgens mij gehoopt de bal over de keeper heen te krullen. Maar niet gelukt. Goed van de bal gezet. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, hij was er een tijdje te maak. Maar wat doet de Spanjaard dit goed, zeg. Golazo, golazo, golazo. Nou, dit is een aanval die heel koelbloedig en gedecideerd wordt afgerond door die twee aanvallers. Ze blijven goed kijken naar de keeper. En hij krijgt eigenlijk geen enkele kans om in te grijpen. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Komt steeds iets verder. Mooi moment om de bal voor te zetten. Koek, koek, hij is er voorbij. Moet het doelpunt worden. Gefloten voor een strafschop. Hij legt hem op de stip. Maar laat zijn kaart in zijn zak, geloof ik. Dat is vreemd hoor, want voor zo'n actie hoor je gewoon een kaart te krijgen. Die sliding was duidelijk niet volgens de regels. Er gaat vers bloed ingebracht worden. En derde netje, die strafschop. De meningen lopen vaak uiteen, hè? Of je dit kunt trainen, zo'n strafschop. Ja, op een trainingsveld is het makkelijk, maar de druk van een vol stadion, dat kun je niet nabootsen. Maar hij verzaakt hier niet. En weer een aftrap. Er wordt behoorlijk wat gescoord deze wedstrijd. Bal over de achterlijn, dat is een hoekschop. Hoekschop in het centrum geplaatst. Oh,
Dit is vervelend, een eigen doelpunt. Altijd vervelend voor de speler die de bal zo raakt. Snel vergeten maar. Wat een doelpunt te verstijgen, zeg. We hebben niks te klagen. Bal gaat buiten. Inworp. Voorzet kan vanaf de flank. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. De scheidsrechter geeft ze een corner. Corner voor het doel gebracht. Dit zou iets kunnen worden. Die bal mag erin. Zo, dat was helemaal niet zo makkelijk. Nou, dit is gewoon een heel knappe redding, zie je. Want er was nauwelijks tijd om te reageren. Bal wordt voor het doel gebracht. Hij kopt deze kansen over. Dat scheelt bijna niets, maar helaas net wel genoeg. Ja, die moet naar beneden. Daar zit hij waarschijnlijk. Het enige wel zonder de zwaartekracht. En ze krijgen weer een hoekschop. De bal komt voor het doel. De spits kopt de bal richting doel. Maar ja, daar is ook alles mee gezegd, of niet, Jeroen? Ja, dat is een eitje voor de keeper. Nee, dit is een parodie op een schot. Ja. Hard, dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Ja, dan belandt de bal hopeloos ver van het doel af. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Gelijk terug. Vrije paas die gevaar kan stichten. Ja, die is raar. Maar ja, dit doelpunt gaat ze natuurlijk niet redden. Ja, ja, het duel is natuurlijk al lang verloren. Maar toch nog een beetje genoegdoening dat ze een goaltje meepikken. Dit is zo schitterend gecombineerd. De bal van de ene naar de andere speler. Authentiek tiki-taka voetbal. En vervolgens is het een kwestie van uithalen. En dat doet hij met een kiezelhakschot. De doelman kan er nooit op tijd bij. Uitstekend afgerond. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Nou zeg, nog een hoekschop. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Door die kopbal ligt geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen echt met wat beters moeten komen. Een kans op een counter. Nu moet het vervolg komen. Een enorme blooper is dit. Kom die capers, wanvertoning. Een leeg doel. Een leeg doel. En dan zo missen. Zeg, ze hebben een abonnement op hoekschoppen. In het midden van de 16. De doelman ziet die hoekschop recht op zich afkomen. Ja, nu kan er een counter komen. Ja, en zo gaat hij er makkelijk in natuurlijk. Nu moet je niet missen. Dat zou een flater zijn. Nou, het is geen unicum dat een keeper meegaat naar voren. Dat zien we wel vaker aan het einde van de wedstrijd.
Ja, maar hoe vaak zie je vervolgens dat ze een doelpunt maken? Deze mag er zijn, hoor. Wat een doelpunt, de Verstijn, zeg. We hebben niks te klagen. Nog steeds aan de bal. En dan is het even afwachten tot de rest aansluit. Sterk gedaan, hoor. Hij wachtte even met het geven van die vrije trap. Om te kijken of de speler door kon gaan. De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Nee, dit is niks. Zonde, hoor, van die vrije trap. De bal lag wel op een behoorlijke afstand, maar dat mag geen excuus zijn. Uiteindelijk leek het helemaal nergens. De bal is hij kwijt naar die tackle. Sterk gespeeld, goed afgeschermd. Hoe gaat de scheidsrechter deze situatie beoordelen? Gaat hij het proberen? De bal ligt ver van het doel, hoor. Hij houdt die vrije trap tegen en heeft hem klem. Nu snel eruit komen. Dat wordt sprinten voor die verdedigers. Ja, die is goed raak, zeg. Een prachtige counter. Dus ze maken het geweldig af. Dit is gewoon niet te verdedigen. Je zou kunnen zeggen dat dit een schoolvoorbeeld is van een geslaagde counter. De omschakeling, de afgemeten. Ja, ik mag wel zeggen, fantastische paas. Alles goed. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak, maar als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Wat een knal! Een prachtige treffer. Hij weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Wat gaat hij hiermee doen? Ja, en nu scoren! Deze thuiswedstrijd zit erop. De overwinning is binnen. Nou, dit was nog eens ouderwets klit, klat, kladderum. Ze hebben de tegenstander alle hoeken van het veld laten zien. Deze zege is zo duidelijk als wat.